De partiële lockdown en alle maatregelen die de regering had getroffen in verband met het COVID-19-virus zijn met 2 weken verlengd. Dit zei president Desi Bouterse gisteren in een televisietoespraak. Het gaat in deze onder meer om het verbod om van 8 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend op straat te zijn, de beperkte samenscholing tot maximaal 10 personen, de sluiting van alle kansspelgelegenheden en casino's tot nader order en de sluiting van het luchtruim en de grenzen. Het besluit om deze maatregelen te verlengen komt door een dringende verandering in de situatie. De veiligheidsdiensten hebben samen met de virologen alarm geslagen over Cervera heeft het gevaar geschetst. Ondanks de sluiting van onze grenzen hebben individuen kans gezien om buiten de controleposten om toch over te steken. De realiteit is dat wij hierdoor acuut aankijken tegen mogelijke duizenden besmette gevallen. We moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Daarom worden alle maatregelen met nogmaals 14 dagen verlengd. Bouterse zei dat er in het weekend spoedoverleg gevoerd zal worden met de virologen en de ordendiensten. De regering wil nagaan welke noodinterventies nodig zijn in het kader van de gezondheidszorg en de veiligheid. Suriname, we zijn in een hele serieuze situatie terechtgekomen. Ons binnenland is in acuut gevaar. Luistert u alsjeblieft, als dit niet werkt, zullen wij anders in het belang van allen de noodtoestand moeten afkondigen in de grensgebieden. Maar herhalen het nog wel eens. Een heel weekend wordt we discussieerd over een probleem voor Namco en de grensgebieden. Hoe zap tak, Ayapok, dat is maar besmet. Hoe zap tak, Maripasola besmet. Hoe zap tak, zowel Frans-Guyana als Guyana besmet. Dat want tak, sma, e siki dape. If you abra, et ta abra aliba, mino ab kuis. Dat je in toegebieden dat hij moet kondig een noodtoestand af. Ons zorgsysteem kan een verspreiding niet aan. Wanneer onze broeders en zusters in het binnenland geconfronteerd worden met de uitbraak van het virus, zijn wij te laat. Al werken al onze ziekenhuizen en zorgposten samen. Een uitbraak in ons binnenland zal binnen no time tot duizenden besmettingen leiden, ook in de stad. Surinamers, meer dan ooit, laten we goed beseffen waarmee we bezig zijn. President Desiree Bouterse. In een televisietoespraak heeft hij aangegeven dat de partiële lockdown met 2 weken is verlengd.